Hallo allemaal, daar zijn we weer. Welke vlog is eigenlijk? Nummer 4 denk ik. Ik weet het niet meer. Vier. Nou, welkom bij vlog 3 of 4. We gaan een klein klusje doen, dus ook een wat kleine korte vlogje, ook wel een keer lekker. We gaan een grasveldje leggen, een paar stenen eruit, dus dat is altijd mooi. Even op de weg letten. Gras erin, beplanting, pergolaatje. Dus een klein klusje, maar dat wordt wel leuk. We zijn nu bij Kippensluis in Almere. Zijn we even de palen voor de pergola aan het ophalen. We hebben hier een klein ontwerpje gemaakt voor de mensen, dat ze een beetje een beeld hebben hoe het eruit komt te zien. Dit is helemaal bestrating nu. Er komt een klein grasveldje in, bordertje en het pergola van Douglas balken. Dit is het tuintje. Het is niet heel groot, maar het moet dus even wat groener worden. Het is weer lekker warm deze week. Jimmy zweet een beetje. Een heel klein beetje. We zijn hier bij het grasveldje, waar het grasveldje moet komen, het laatste beetje zand aan het wegscheppen. Je moet natuurlijk een beetje wat voedzamere grond in. Maar een klein beetje zand eronder is niet erg, want dan kan alleen maar goed het water doorlopen. Nou, we hebben net even grond gehaald. Bij Den Oude. De dag zit erop. Ja, lekker klaar voor vandaag. Lekker zwemmen. En dat is de baas hoor. We gebruiken hier GGZ, dat is grond gemengd met zand en dat is beter voor het afvoeren van het water. Nou, grond zit erin, gras halen. Helemaal in Eemnes, een stukje rijden. Ja, we gaan dus eventjes gras halen in Eemnes en daar zit een bedrijf, Grameevo. Dat is het enige bedrijf hier in de buurt van Almere die graszoders produceert, maakt, kweekt, hoe je het ook wil noemen. We halen daar al jaren onze grasmatjes. Het is al jaren goed. Wat heel erg
erg belangrijk is als je een gezonnetje gaat leggen, is dat je het niet doet tijdens een hittegolf. Nou is het toevallig deze week een hittegolf in Nederland. Maar gelukkig is vandaag de laatste dag. Is het eigenlijk al een beetje bewolkt en vanavond gaat het regenen. Dus we hebben mazzel. We kunnen gelukkig gewoon het gezond gaan leggen. En doe het dus niet als het te heet is. Want dan gaan je gezonde rolletjes helemaal bruin worden en inkrimpen. En dan kan je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Belangrijk dat als je gaat zagen dat je balk waterpas ligt. Dus die checken we altijd even. Dus leg hem echt even op hoogte. In dit geval hebben we het even provisorisch gedaan. Een paar steentjes. Dus dan ligt hier mooi waterpas. En dan heb je ook een mooie zaagsnee die recht is. Nou, dan teken je hem natuurlijk gewoon haaks af. Oppassen voor je vingertjes. Wat we hier dus aan het maken zijn is een halfhoutsverbinding. Het is extra stevig en het oogt ook nog eens mooi. Het is alleen eventjes een klusje om het uit te zagen en uit te meten. Hier komt dus die de planting in. Dus er komt wat hera in, lavendel, siergrasjes. Dus dat wordt een leuke combinatie. Nou, dit zijn geraniumpjes. Ja. Die gaan mooi bloeien. Dit is de heugera. Die is mooi paars-rood zoals je kan zien. En dit zijn lavendeltjes. En hier tegen de paal aan groeit de mooie jasmijn. Mooi man. Wat ben je aan het planten? Kareltjes erin, leuke siergrasjes. Ja, kijk, deze hier zo, onder de lavendel. Willen hier die openstaan? Je staat een beetje voor paal. Ja. We hebben hier ook de lirie openstaan. En die heb je ook in het paars. Het is de witte versie. Dus kun je eventueel ook leuk combineren.
Nou, dit tuintje zit erop. Het is een klein tuintje, klein klusje, maar ik denk dat we hiermee maar duidelijk maken dat je eigenlijk op een hele simpele manier toch een leuk tuintje kan creëren. Ja hoor, zeker. Lekker kleurrijk. Wat meer plantjes, hout. Zit ik mezelf. Ja, nee, wat meer groen in de tuin. Ja, ik denk dat het altijd goed is hoor. Ja hoor. Ja, ja hoor. Ja. Lieve groene stenen. Nou, ciao. Doei. Dat zijn natuurlijk de beste klanten die je kan hebben. Ja, want wat krijgen we dan? Kibbelingetje. Heet het? Laatste kistje van het opruimen. Klaar! Hey.